waarschijnlijk vandaag mijn favoriete van juni laten zien. Wat beauty, maar ook wat lifestyle, muziek, etc. Dus let's go. Ik begin met de Studio MAC Fix Powder. Ik had echt nooit gedacht dat een poeder zoveel verschil kon maken. Ik dacht altijd gewoon, ja, poeder, weet je wel, dat gebruik je om af te poederen. En zodat je foundation langer blijft zitten. En Lisa had deze gekocht, maar het was niet haar kleur, dus ik mocht hem hebben. Dus NW20. En oh, ik heb echt... Shit, ik weet nu echt hoe fijn deze is. Ik had hem gisteren bijvoorbeeld, was het heel heet, tegen de 30 graden. Dus dan heb ik geen zin in foundation, et cetera. Dus dan doe ik alleen een poeder op. En aan het eind van de dag haalde ik make-up erop. En je zag nog steeds dat de poeder op mijn gezicht zat. Dat het echt, weet je wel, dat ik het er echt afhaalde. Dus hij blijft gewoon geweldig goed zitten. Hij dekt gewoon heel goed. Ja, ik vind hem echt ontzettend fijn. Dan de Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Ook deze primer is echt geweldig. Ik dacht dat hij misschien heel erg op die van Gosha lijkt. Omdat hij er gewoon, ja, qua substantie best wel op lijkt. Maar hij doet zijn werk echt zoveel beter. Het is echt super fijn. Vooral mijn wenkbrauwen die ik nu sinds kort weer bijteken. Laat hij echt heel de dag heel goed zitten. En ook foundation. Dus deze gebruik ik sinds kort echt dagelijks. En zoals ik al zei, ik teken sinds een tijdje mijn wenkbrauw weer bij. Ik vond het echt altijd een beetje... Ik heb een beetje mijn periode, dus soms denk ik van nee. Ik vind het echt too much. En ik bedoel, mijn wenkbrauw wordt echt veel dikker en aanweziger als ik ze bijteken. En ook omdat mijn wenkbrauwen zelf gewoon zwart zijn. En als je ze bijtekent, ja, je gaat ze niet met zwart bijtekenen. Vooral niet als je rood haar hebt. Dus ik doe een beetje een rood-bruine tint, doe ik het mee. En ja... Ik vind het, ja, nu vind ik het dus wel heel mooi. Ik vind het altijd wel lastig. Het is even wat extra werk. En vooral, ja, het is gewoon wenkbrauw bijtekenen. Ik denk dat wel het meest precieze werkje. Wat je ook echt wel moet leren. En ik wil ze ook niet helemaal gelijk allebei. Want het zijn geen zusjes. Het zijn zusjes. Het is geen tweeling, zeg ik altijd. Deze Elf Eyebrow Kit in Dark. Daar zit dus een soort wax in. En een poeder. En ze hebben best wel een mooie rode ondertoon, vind ik. Het is niet zo super bruin. Dus daarom vind ik het wel ook mooi bij mijn haar passen. Ik had bij MAC een kitje gekocht. En dat kitje heette Red Hat. En was €27,50. Maar het kostte zoveel moeite om er iets van kleur af te krijgen. Of dat je ook maar iets zag. Het was zo super subtiel. Ja, dat ik het gewoon echt niet mooi vond. En deze, vooral de wax, ik gebruik ze gewoon door elkaar, zodat ja, dat de tint een beetje roder wordt. Een beetje meer deze kleur. Maar door die wax wordt hij echt wel donker aangezet en blijft hij ook gewoon heel goed zitten gedurende de dag. Ook Tess heeft deze helemaal op gebruik, weet ik. En dat is, ik weet dat ze deze ook heel fijn vindt. Ik heb deze ook echt al super lang. Ik weet niet hoe lang, maar is echt al helemaal stuk en zo. Maar ja, hij kost ook geen drol volgens mij. Maar elf, dit... Eyebrow kitje is zo mooi. Een Hocus Pocus Colorful Face Kit. Deze komt uit de Holiday Collection van 2009. Wauw! Ik heb hem toen voor Sinterklaas gehad. Dat was mijn laatste Sinterklaas met mijn broer er nog bij en zo. Dus ja, al die cadeaus die ik toen heb gekregen, die zijn voor mij echt extra bijzonder. Er zitten twee beauty powders in. Sun Sparked Pearl en Pretty Baby. En een Sheer Tone Shimmer Blush in Peachy Keen. Die is volgens mij wel apart te koop. Bij de andere weet ik het niet. En ik weet ook niet precies welke wat is. Dit is echt meer een hele lichte blush. Maar die is zo ontzettend licht. Die zie je gewoon echt, ja, bijna niet. Hij accentueert wel heel mooi mijn sproetjes. Dus als ik die wat aanzet, dan, ja, dan komt wel heel subtiel meer mijn sproetjes naar voren. En deze blush is gewoon echt heel mooi gepigmenteerd. Die heb ik nu ook op als je hem ziet. En dan de highlighter breng ik erbij aan. Dus die combinatie van die twee vind ik heel mooi. Twee parfums. Deze van Escada Thai Sunset. Dit is echt puur fruit wat je ruikt. Dus voor mij zitten er geen andere geurtonen eigenlijk in. Dus zo heel erg mango sinaasappelachtig. Dus... Maar deze, dit is echt een parfum die gewoon zo lekker is. Die ik heel fijn vind als het wat warmer is. Want ik, ja, ik weet niet. Ik kan dan niet zo heel goed tegen parfum. Ik heb er niet zo'n zin in of zo dan. Maar dit is dan gewoon heel lekker. Omdat het gewoon puur naar fruit ruikt. Dus ja, dat is dan heel lekker. En hij blijft zo ontzettend lang hangen. Ik had hem gisteren heel de dag op gehad. En ik werd vanochtend wakker. En ik rook nog steeds die geur. Dus ja, vooral met warm weer. Die geur die blijft gewoon hangen. Tot gisteren 30 graden. En alsnog
heb ik hem zeg maar niet afgezweet of zo. Dus echt een hele goede geur. Dit parfum van Lancôme. Ik weet niet, ik zeg het een beetje Lancôme. Ik kan het niet zo goed uitspreken. Van parfum heet La Vie est Belle. En deze had ik als echt zo mini in mijn kerstpakket. En ik vond hem zo lekker. Het blijft ook zo goed hangen. En het was echt een hele lekkere geur die een beetje veranderde ook gedurende de dag. En maar hij is best wel prijzig. Ik weet niet meer precies hoeveel. Ik had namelijk eerst het Eau de Parfum gekocht. En toen opeens een paar weken later kwam Vera met deze voor mij. Zo van, ja, ik hoorde dat je die geur zo graag wilde. Toen had ik hem net gekocht. Dus ik dacht zo, oh nee. Maar toen kwam erachter dat dit de Eau de Toilette is. En ik vond de Eau de Parfum echt net iets te aanwezig. Ik weet niet, ik hou niet van dat je het echt... dat het zo blijft hangen, weet je wel. Het is wel lekker als mensen het ruiken, maar dat je het zelf ook gewoon de hele tijd ruikt, vind ik heel irritant. Dus ik vond hem iets te aanwezig. Het is wel echt een hele goede geur. Dus toen dacht ik, nou, deze hou ik dan en die Eau de Parfum heb ik aan mijn moeder gegeven. Maar het is echt een onwijs lekkere geur. Ook de Eau de Toilette blijft alsnog echt heel goed hangen. Maar het is gewoon echt zo'n geur die heel goed bij mijn huid past. Ja, ik weet niet echt hoe ik hem ook kan omschrijven, maar er zit sowieso anijs in. Hij begint heel fris, zwaar, maar hij is ook wat bloemig. Ik weet de topnoten even niet. Maar normaal ben ik echt geen fan van duurdere geuren. Gewoon, ik vind het gewoon echt niet lekker. Maar deze echt, oh, love it. Dan drinken. Spa bruisend citroen. Je hebt ook munt, die heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb wel, Bar le Duc heeft ook zoiets, ook met citroen. Maar ik had echt het idee alsof ik 7-Up gewoon zat te drinken. Het was echt een beetje een teleurstelling. Dus ja, ik had hier ook niet zoveel van verwacht. Totdat ik hem bij iemand anders proefde. Ik dacht, oh, dit is echt heel lekker. Gewoon zo echt citroen. Gewoon water citroen smaak. Ja, dus ik weet niet. Ik ben niet zo fan van water drinken. Ik wil wel heel graag, maar ik ben het gewoon niet zo gewend. Ik ben gewoon heel erg verwend. Juist met frisdrank smaken. Dus ik ben zo gewend om altijd iets te willen proeven. Dus dit is, maar dit is zo gewoon zo lekker. Je proeft toch wel iets, maar het is ook heel dorstlessend en nul calorieën. Dus echt, love it. Mijn favoriete serie van de maand juni was Orphan Black. Ik ben die gaan kijken op aanraden van de filmkabouter. De serie gaat erover dat een meisje die ziet iemand die heel erg op haar lijkt. Echt precies hetzelfde gezicht, et cetera. Die ziet ze voor de trein springen. Die pleegt zelfmoord dus. En zij stilt dan haar identiteit. En dan... komt ze allemaal achter weird shit. Het toffe van deze serie is dat één actrice echt heel veel rollen speelt. En als je dit eigenlijk niet echt door hebt, dan... ja, je hebt het eigenlijk niet echt door als je er echt over nagaat, niet over nadenkt. Het is zo goed gedaan en ja, ik vind het echt een mooie, goede serie. Heel spannend. En ik kan niet wachten tot seizoen 2 eindelijk op Netflix staat. Favoriete muziek van deze maand is natuurlijk Jack White. Hij kwam begin juni met een nieuw album uit, Lazaretto. En ik moest daar wel weer heel erg aan wennen. Het was weer een tikkeltje anders dan ik gewend was van hem. Maar toen ik hem eenmaal te pakken had, toen werd ik zo vrolijk van dat album. En afgelopen dinsdag ben ik naar zijn concert geweest in de Heineken Music Hall. En het was geweldig. Ik ben echt... Jack White is mijn One Direction, zeg maar. Dus... ik heb echt ontzettend genoten. Ik vond het wel jammer dat hij maar 5 van zijn solo nummers speelde. Omdat hij meer bekend is van The White Stripes, The Raconteurs en The Dead Weather. Maar ik vind zijn solo werk is zo goed. En ik vind dat hij het echt veel te veel onderschat. En dat mensen te veel aan het oude werk blijven hangen. En echt het nieuwe album. Heel, heel verschillend werk. Country, maar jazz vind ik. Rock. Hard, zacht, lief. Mooie teksten. Ja, dus ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om eens naar Jack White te luisteren. Want het is echt heel divers. Maar ja, ik weet niet. Dinsdag was echt amazing. Ik heb hem 2 jaar geleden ook gezien na Emma. En het waren echt 2 verschillende concerten. Omdat hij een andere band ook bij zich had. 2 jaar geleden was hij met alleen zijn vrouwelijke band. Dus ik moet zeggen dat de band van nu wel beter was. En die violist is zo mooi. Ze heeft zo'n mooie stem. Wauw, zij is echt heel goed. Love it. Nou, dit is mijn favoriet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet even niet te abonneren en een blauw duimpje omhoog te doen. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace out. Doei.